Welkom bij een nieuw filmpje van Star Wars voor Balrogs. Nieuwe update sinds wat nieuwe aanwinsten. Zoals deze Iron Maiden vlag die ik gratis heb opgestuurd gekregen. Let niet op Trudy, ze is een beetje krols. Dus die zal zwaar vervelend gaan zitten miauwen en zo. Ja. Maar ja, ik zet het toch even op de film, want er is veel vraag naar Trudy, dus. Nee. Oké. Ja. Ze knuffelt liever haar koetje dan dat ze even kijkt. Maakt er niet uit. Ja. Helemaal geweldig. No. Dat zal nog wel even een tijdje doorgaan met Krolsen. Ik laat hem binnenkort ook maar helpen. Nou ja, goed. Aanwinsten dan maar. Gewone triggerbeeldjes. Samen met Jurgen geregeld. Ieders twee. Te gekke poppetjes. Nou ja, niet veel bijgekomen hier, maar een paar titels. Nu de tv gewoon op de box is aangesloten, zodat ik alle consoles kan spelen met 2.1 geluid. Reclamebord voor Mario Kart 7 en Mario Kart, Mario 3D Land bedoel ik natuurlijk. Ik heb Mario Kart 7 ook in mijn bezit. PlayStation 3 natuurlijk. Speciale stopcontactdingen die ik met een ASUS-bediening kan aanzetten, zodat ik niet meer van mijn luie reet hoef te komen als ik de consoles aan wil zetten. Let niet op de rommel, begeleiding is nog niet geweest. Meer PlayStation 3 games, PlayStation 2, controllers, handheldspul, PC-spul. Poppetjesplank is eigenlijk bijna hetzelfde gebleven sinds vorige update. Gitaar volgens mij ook. Nou ja, golfslag hangt er al sinds dag 1, dus dat valt eigenlijk niet meer op. Miu. Ja, miu. Oh jee, het gaat nog wel 2 weken duren, denk ik, dat de golf is. Miu, Trudy. Ja, slijmbal. Gigantische slijmbal. Ja, nou in ieder geval leuk. Retrohoek. Twee tv's, speelbuis tv's. Radio die ik ooit van moeder heb gekregen. Platenspelletje erbovenop. Voor mijn bescheiden LP-collectie. Laptopje in de hoek gezet. Balrogs natuurlijk op. Een nieuwe poster van Mega Man 6 naast de Mario Bros 3 poster gehangen. Weer eentje van Baksteen gekocht natuurlijk. Die levert hele mooie kwaliteit posters zoals je ziet. Perfect. Hij is in goede staat aangekomen trouwens. Dus hartstikke mooi, Paul. Nou ja, wat Lego spul van Indiana Jones. Of Indiana Jones had ik dat maar. Pirates. Star Wars, Toy Story en Harry Potter. Nee, wat consoles. Poppetjesrij die ik op de beurs heb gekocht in een set. Er is eentje die een armpje mist, maar daar past nog wel een houten stokje in. Dus het is een piratentroepa. Consoles. Dreamcast ook op de beurs gekocht van Steven. Mooie prijs trouwens. Dus ik klaag niet. Het is een prachtige console. Vooral Unreal Tournament bevalt me erg goed. En natuurlijk Quake 3 Arena die ik van Anton heb gekregen op de beurs. Nou ja, nieuwe Mega Drive erbij, omdat de eerste die ik kocht gewoon kapot was. Sega koffertje. Atari tas.
aantal games bijgekocht, vandaar dat alle rijtjes een stukje langer zijn geworden. Dus ja, onder andere Super Castlevania 4, te gekke game. En ook nog Lufia gekocht, ook vet. Hier nog wat, ja, de repro's van Klonoa. En nog wat repro's van Anton. En ja, deze ook van Anton gekocht. Een Campus Challenge, hartstikke leuk. Maar goed, dat was eigenlijk wel zo'n beetje alles wat nieuw is. En, zegt Trudy nog even hi. Hi Trudy. En dan zie ik jullie volgende keer weer met een nieuwe update.